Na de jaarlijkse traditie was het afgelopen weekend verzamelen geblazen voor de dames van DHW United Antwerpen op de Hobokense Sportdagen. Daarin nam DHW het op tegen Quintus en United Breda uit Nederland. En voor ons alvast de geschikte moment om even polshoogte te gaan nemen bij de Hobokenaren naar aanloop van het komende seizoen. Maar we blikken eerst nog even terug naar dat van afgelopen seizoen. Heel erg dubbel. Je zou kunnen zeggen dat het een succes was, de doelstelling vooraf was de play-offs halen. Dat is gelukt, maar we hebben het ganse seizoen door en zeker ook tijdens de play-offs met het gevoel gezeten dat er meer in zat. Hoe komt het dat het niet lukt uiteindelijk? Daar zijn allerhande factoren voor. Maar doelstelling bereikt, maar toch ontgoocheling omdat er niet nog iets meer uitgekomen is. Ja, ik heb het enorm naar mijn zin gehad. Het eerste jaar bij DHW. Prestaties wisselden wat. En jammer dat we juist in de play-offs dat we niet op ons best waren. Dat is jammer, maar door de mangel genomen, over het geheel gezien, heb ik het een leuk seizoen gevonden. En ook leuk om dit te continueren bij deze club. En ik heb ook zin in dit seizoen. Er vertrokken heel wat speelsters die vooral de ervaring mee hadden, maar deze werden wel vervangen door enkele jongeren. Een andere weg die DHW inslaat, tot groot genoegen van de coach. En we hebben nu 3, 4, 5 spelers bij van 17, 18. Dat kun je mooi op een balans zetten. Dat betekent dat we gaan bouwen. Natuurlijk gaan we die ervaring enorm missen. Maar aan mij de taak denk om zo snel mogelijk te zorgen dat die jonge mensen goed ingepast zijn. Het bulk van het talent vind ik. Het talent is aanwezig. En als we dat op het goede spoor krijgen, gaan we zien hoe ver we dit seizoen kunnen groeien. Een van de nieuwkomers is Emma Hendricks. En die heeft het al meteen naar haar zin. Ik vind dat heel positief is. Ik had zelf ook wel met een klein hartje naar hier gekomen, omdat het toch wel al een grote club is. En ik dacht van ja, ik ben het heel onervaren. Maar het is me heel erg goed meegevallen, omdat ze nemen nu echt onder uw vleugels. En je leert er ook enorm veel bij door er gewoon mee samen te spelen. En ze helpen u waar nodig. En dat is heel belangrijk en dat komt allemaal heel goed uit. Ondanks het jeugdig team dat op poten gezet wordt, kan of mag DHW niet aan ambities inboeten. Want een team als Antwerpen moet steeds voor de play-offs gaan. En stunten in de beker van België, dat ligt altijd binnen de mogelijkheden. Ik denk dat de ambities, ik hoop dat we play-offs halen. Zal er normaal gezien, ja, ik denk dat dat wel normaal, dat wel zou lukken. Het zou natuurlijk ook heel fijn zijn, omdat ik dat zelf ook nog nooit heb meegemaakt. Of die sfeer en die adrenaline en zo. Maar ik denk wel dat het er wel in zit. Als we blijven doorgaan zoals we nu bezig zijn en blijven bouwen, denk ik wel dat het erin zit. Ja, kijk, je hebt altijd persoonlijke ambities, de club heeft ambities. De club is heel duidelijk, wil gewoon bij de eerste 4 staan, wil de play-offs halen en meespelen voor prijzen daar waar het kan. Dat zou bijvoorbeeld in de beker kunnen. Ja, we gaan natuurlijk ons stinkende best doen. Als ik naar mijn persoonlijke ambities kijk, dan denk ik van ik wil heel graag deze ploeg gewoon 2, 3 niveaus hoger krijgen dit seizoen. Ik zie daar potentie en als me dat lukt, dan maakt mij de plaats nog niet zo heel veel uit. Ik probeer natuurlijk het bestuur tevreden te stellen en te kijken of we met elkaar daar bij die eerste 4 terecht kunnen komen. Ja, de ambitie voor volgend jaar, we zijn nog een beetje voorzichtig, want de ploeg is nogal behoorlijk vernieuwd. Een aantal ervaren speelsters, sterkhouders, zijn ermee gestopt. En wat je nu ook hebt gezien vandaag, is een heel jonge ploeg tussen de lijnen. Dus we gaan die ook niet te veel druk opleggen. Nu, we zijn het aan onze stand verplicht, zou ik zeggen, om altijd op die play-offs te mikken. Dat gaan we ook doen. Maar ik denk dat we daar naartoe zullen moeten groeien. Dat het niet meteen zal zijn van hier staan we gaan daar naar werken. Maar het blijft de doelstelling. Maar we zullen ook af en toe foutjes moeten vergeven die eigen zijn aan een jonge ploeg. Ik denk dat het wel een mooie doelstelling is, altijd sowieso. Maar ja, we zullen moeten zien. Allee, we gaan er zeker voor vechten. Maar ik weet ook nog niet goed wat de andere teams brengt. Dus we zullen zien. Maar daar gaan we wel voor.